Hallo allemaal, welkom alweer bij de nieuwe weekvlog. Deze week hebben we heel veel nieuwe dingen binnen, dus het wordt een lekker vol vlogje. Dus ben je benieuwd? Blijf dan kijken. En we hebben Woeflink weer binnengekregen. En daar hebben we deze leuke houtstoettas hebben we weer binnen, de zwarte. En die hebben we ook weer in de beige en de roze variant, dus die ga ik ook even jullie laten zien. En dit is dus weer de roze fluffy variant en die hebben we ook weer bijgevuld, dus die is weer verkrijgbaar. Kijk, hier hebben we weer de beige variant. Mooie details en ook heel leuk te verkrijgen met dit strikje. We hebben daar nu ook een mutsje van, dus als je de hele look wil, dan kan dat ook. En we hebben een heel leuk jurkje wat hier ook echt geweldig bij past, dus die ga ik ook even laten zien. Nou, dit is dus het jurkje wat ik bedoelde. Hier zit dus een heel mooi rokje aan. Het is echt een beetje, dit is lekker stretchy. Leuk roze. Nou, hier ook hele mooie details zo in de steen. De achterkant heeft mouwtjes van dit jurkje. Dus die zijn wat langer en hij is extra diep uitgesneden, zodat plassen wat makkelijker gemaakt wordt. En we hebben nog een heel leuk jurkje. Die hebben we al een keer gehad. Is terug van weg geweest. Zoals je ziet, helemaal vol met pailletjes. Helemaal glimmend. Hier ook glitters in de rok. Dus echt heel mooi afgewerkt. Dus deze items hebben wij nu binnengekregen van Woeflink. Dus die kunnen besteld worden. En voor de kat hebben wij een nieuw mandje. Dit is helemaal zacht. Het is een soort van, nou, het ziet een beetje uit als touw. Maar dit is gewoon katoen. Het is lekker zacht. Die kan je in huis neerzetten. En dan kan de kat er lekker in liggen. Dus deze hebben wij nu. En we hebben ook de koelmaten alweer in de winkel neergelegd. Het is nu natuurlijk niet heel erg lekker weer geweest. Maar je weet nooit wanneer het opeens weer heel lekker weer wordt in Nederland. Dus je kan ze maar beter op tijd in huis hebben. Dus die hebben we nog in verschillende maten. Van Gimcat hebben wij ook nieuwe snoepjes binnen. Die hebben we in twee varianten voor de kat. Dat zijn de soft snacks. Die zie je hier boven heel goed staan. En daar hebben we twee verschillende smaken van. En de andere vier zijn crunchy snacks. En daarvan hebben we allemaal verschillende smaken. Weer even wat nieuwe dingetjes. Er zit ook geen toegevoegde suikers in. Graanvrij. En Toby vond ze heel erg lekker. Dus ze bevallen goed. Vooral die crunchy vond hij echt super lekker. Dus deze nieuwe smaakjes hebben wij binnen. We hebben ook een nieuw kattenvoer. Van Leonardo. En dit is 80% vers vlees, dus dat is een heel hoog percentage. Dat is altijd heel goed. En het is ook een graanvrij. En we hebben verschillende smaken. En we hebben hiervan bijvoorbeeld ook aparte smaken, zoals kangeroe en konijn en fazant. En dat zijn vaak smaken die je normaal niet zo heel veel tegenkomt voor de kat. Dat is juist goed voor als ze allergisch zijn, dat je af en toe even een andere eiwitbron kan gebruiken. Dus dit is het nieuwe kattenvoer van hoogwaardige kwaliteit. En voor de voetballiefhebbers hebben wij ook iets heel leuks. Want de kwalificaties voor het WK zijn nu bezig. Voor het Nederlands elftal. En wij zijn alvast een beetje in de stemming met hele leuke oranje speeltjes. Dit is een echte leeuw van de Hup Holland Hup. En we hebben hier ook een leuke leeuwenstaart. Aanvallen en hij maakt ook een geluidje. Zoals je hoort. We hebben nog een echte toeter. Waar de hond lekker mee kan spelen. En we hebben een Hup Holland t-shirtje. Dus lekker van dat doorlatende spul. Echt waar, ook, weet je, waar al die sportshirtjes van gemaakt worden. Dus dit is ook hartstikke leuk voor de voetballiefhebbers. Dus dit hebben we nu nieuw binnengekregen. Hopen we natuurlijk wel dat ze doorgaan dadelijk. Maar het is in ieder geval al goed om een beetje in de stemming te komen. En van Fushart hebben we ook deze hele leuke voorbakken binnengekregen. Deze hebben we in 3 maten met hele leuke meloentjes erop. Dus in 3 verschillende maten. Dit is de kleine, de small. Dit is de medium. En we hebben ook een grote maat, de large. Dat is 810 milliliter. We hebben nieuw natvoer binnen van Renske. En dat is helemaal biologisch. In de smaken kip en ook in de smaken rund. En dit is van 89% vers vlees. En er zit nog wat dingen aan toegevoegd. Maar het is dus helemaal biologisch. En dit is dus voor de hond. En van Kennels Favorite hebben wij nu ook een veggie variant. Dus daar zit geen vlees in. Is helemaal vegetarisch. Op planten gebaseerd. Dus alles uit planten. Dus deze
is er ook. Dus als mensen toch zeggen ik wil vegetarisch geven aan mijn hond, is dat nu ook mogelijk. Van Primordial hebben wij een nieuwe smaak. Dat is wild zwijn en lam. En daar hebben we een kleine zak van 2 kilo en ook de zakken van 6 kilo. En die is mini, dus dat zijn de kleine brokjes voor de wat kleinere honden. En van Designed by Lotte hebben wij nieuwe poepzakhouders. Wij hebben van deze collectie hebben wij ook de velvet hondenlijnen en halsbanden. Dus deze passen perfect bij die lijn. Dit is de groene. Kijk, dat licht er niet op schijnt. Maar dit is donkergroen. Dit is de grijze variant. En dit is de roze variant. En er zitten ook alvast poepzakjes bij. Eén extra en er zit ook eentje in. Dus er zitten al 2 poepzakjes bij. Dus je kan in ieder geval ook gelijk even vooruit. En dan heb je een hele leuke set als je ze bij elkaar koopt. En van de week heb ik jullie ook al de hamburgers laten zien van Trixie. En wat we nu dus binnen hebben om deze collectie aan te vullen, zijn de chicken fries. Dus dat zijn gewoon lekkere patatjes van kip. En de chicken nuggets. Dus dat zijn lekkere kipnuggets. En ziet er natuurlijk super leuk uit. Dus zelf lekker naar de Mac. En dan je hondje een patatje of een kipnugget. Dus die, of een hamburger die we ook nog hebben. Dus die zijn nu ook verkrijgbaar in de winkel en online. En wij hebben een nieuw speeltje voor puppies. Dat is voor het geheugen. Om ze even actief te halen. En het zorgt ervoor dat de hersentjes goed ontwikkelen. Dit is gewoon een spelletje. Er zitten snoepjes in. En dan is het aan de hond om te begrijpen waar hij die snoepjes uit kan halen. Dus dit is super leuk voor puppies. En ook goed te doen. Dus niet te moeilijk, maar ook weer niet te makkelijk. Wat wij ook nieuw hebben zijn deze leuke heuptasjes. En deze gaan wij zelf nu ook gebruiken. Gewoon om al onze spulletjes op te bergen. Dus jullie gaan ons heel veel zien lopen met deze tasjes. Maar hier zit dus lekker veel opbergruimte in. Je kan het gebruiken als trainingszakje. Je kan hier zo kan je ook poepzakjes in doen. Dus je hebt alles bij de hand. En je kan dus ook gewoon je spullen erin opbergen. Je telefoon, alles. Dus je hebt alles bij de hand. Lekker je handen vrij. Het zit niet in de weg. En het ziet er natuurlijk ook nog eens heel erg leuk uit. Dus die kan je ook voor jezelf kopen. En we hebben ook een nieuwe slow feeder binnen. Dat is heel goed voor tegen schokken. We hebben ze normaal altijd een hele felle kleurtjes. Maar we hebben ze nu dus ook gewoon in een mooie, wat neutralere grijze kleur. Dit is de grote maat en we hebben hem ook in 1 maat klein. Die is helaas nu al uitverkocht, maar die, die komt er snel weer aan. En we hebben ook een nieuwe kleur bench binnen. Dit is een beetje mintgroen. Dus niet heel opvallend, maar gewoon net even een mooi kleurtje eraan. En deze hebben we in de maat 62 bij 44 bij 49 centimeter binnengekregen. En deze heeft ook, zoals je op de foto ziet, 2 deurtjes. Dus hier kan hij erin en hier aan de zijkant zit nog een deurtje. Nou, dit waren weer onze nieuwe artikelen van deze week. Super bedankt weer voor het kijken en ik zie jullie volgende week weer met de nieuwe vlog. Doei!